ochtendje ziekenhuis zit erop. Even thee maken. Oh, die zon. Ik ben trouwens nu 62.7. Hoe kan ik voor je praten? Kilo. Ik dacht, hè, vertel ik ook even. Onderzoekjes allemaal gedaan, alles is goed. Dus ik kan maar veilig mijn zwangerschap verder. Nee, weet maar nooit. Ze hebben wel zelf het idee dat de baby wel eerder gaat komen. Ik heb ook echt een huge buik, mensen. Kijk dan. Ik heb echt het idee dat mijn buik vet gegroeid is door de medicijnen en zo. Ik heb vandaag wel een beetje moeite, moet ik zeggen. Maar oké. Ik ging kijken wat we gaan lunchen. Ik heb echt nergens zin in. Ik weet het niet. En het is vanavond kerstavond. Dus we hebben lekker allemaal lekkere dingetjes gekocht en zo. Echt koud. ik heb echt moeite met praten gewoon vandaag. Ferry is even gaan werken vandaag. Die is op tijd terug. En dan gaan we vanavond cadeautjes doen. Ik ben echt benieuwd naar zijn reactie. Ik ben echt heel erg benieuwd. En ook naar haar reactie van haar cadeau. Dus ja, het wordt gezellig. Ik ga even thee maken, even eten. Ik zag dat ik nog wraps had. Misschien doe ik wel iets met wraps. En dan ja, even chill. Ik moet ook nog mijn nagels doen. Guys, ik ben bezig met een babywas. Kijk, dit. Dit staat trouwens vet mooi, is ook van de Zara. Maar alles is zo klein. Kijk dat broekje. Oh, ik kan niet. Ik weet niet of ik dit aan kan. Nog een baby, nog een meisje. Roos. Oké, ik denk dat ik ga beginnen. Ik heb even me omgekleed. Ik heb gewoon een zwarte jurk aan. Buik van mij. Kijk dit meisje. Kijk dit meisje. Wie is de mooiste? Wauw. Prachtig ben jij. Ik heb ook lippenstift op. Wil je het wel zien? Kijk maar even naar mij. Nee, doe niet zo. Wauw. Heel mooi. Ferry is even Anisha gaan ophalen. Die viert kerstavond bij ons. En dan ga ik alvast beginnen met... ik ga vast aardappels... Wat hè? Met mij ga ik beginnen. Met jou? Moet ik jou kusjes geven? Ik ga vast aardappels doen, want ik ga een pureetje maken. Dan is het alvast klaar. Een eigen step. Een eigen step? Wauw. Voor mij? Ja, voor jou. We zijn nu aan het eten. En ik wil even laten zien wat we gaan eten. We eten al eigenlijk. Ik zie me net vies met mijn handen in mijn vlees zitten. Ja, maar jij wilt het niet eens eten. Oké, we hebben ribeye. We hebben pepersaus. We hebben aardappelpuree. We hebben aardappelsalade. We hebben courgette. Wat voor saus heb jij dan? Pepersaus. Nee. Wel. Ze heeft allebei. Ik heb alles. Ik heb alles. Alles wat we hier hebben staan, heb ik op mijn bord. Hoezo? Kijk het toch? Hij dacht dat je die saus had. Oh ja. Nee, ik heb alles. Hoe heet die saus dan? Het is gewoon champignonsaus. Die heb je niet genoemd. Oh, één champignonsaus. Oké. Yay! Je bent zo mooi. Morning! Het is eerste kerstdag. En we hebben uitgeslapen. Ilana was vroeg wakker. Toen dacht ik, nee. Dat gaan we niet doen. Dus die heeft nog geslapen tot 9 uur bij ons in bed. Ferry is nog even flink ziek geworden. Dus we hebben alle drie echt geslapen als een blok. Je moet even je broodje eten, Pop. En ik ga even thee maken. Wow, oh ja, kijk jouw step. Kom eens steppen. Wow. Hij is vet cool. Oké, een paar uur later. Wij zitten in de auto. Ilayla, waar ben je? Hallo. Je hebt mooie kleren aan. Knappie. We zijn heel lui geweest. Gewoon heel, heel, heel lui. Hoi schatje. Maar dat moet ook. Ik heb echt vet veel mensen op Instagram gelezen. Oh, ik moet helaas dit doen met kerst. Oh, ik moet helaas dat doen met kerst. Ja, pap. Wat
punt, papa. Wat was je aan het denken? Dat ik denk, waarom doe je iets wat je niet wil? Dus wij zijn echt heel lui geweest. We hebben de hele dag tosti sujuks gegeten. Zit je nou in je neus? En we gaan nu lekker roti eten bij mijn vader en mijn moeder, ouders. Wat doe je? Dat hoeft niet. Is het verlegen? Mm-hmm. Waarom? Ik word altijd verlegen van jou. Hou. Echt hoor. Nog steeds verlegen. Dat was onze kerst. En nu moet ik deze glitters van mijn ogen af krijgen. En ik weet niet hoe. Dit zijn heftige glitters. Ik heb ook geen doekjes meer. Ja, ik ga ook naar bed. Alsof dat zo heel vroeg is. Oh. Morning, het is donderdag. En wij zijn hier bezig met Play-Doh. Althans, Ilayla is al de hele ochtend aan het Play-Doh. En ik ga nu even meedoen. Ik had een beetje last van mijn buik, dus ik lag op de bank. Freddy is ziek, dus die is boven. En ja, wij gaan de figuurtjes maken. Ilayla heeft gisteren van mijn schoonzusje deze pop gekregen van vroeger. Misschien ken je het wel. En dan moet je zo'n kopje erop doen. Dan komt er van het haar uit. En allemaal, en allemaal figuurtjes en dat soort dingen. Ja, kijk. Dus we gaan even doen. Figuurtjes. Ja, hè? En zo even wat lunchen. En een schaar. En een schaar, ja. Knip, ik heb gezegd niet voor de grap knippen bij jezelf. Want je kan jezelf ook nog wel pijn doen, hè? Knip. Oh, lekker kind ben jij. Oh, hij ruikt ook lekker. Wil je ook ruiken? Dat mag. Jongens, kijk nou wat er naast mijn bed staat. Te cute. Dit is echt zo lief. Met een kleine puk. En een klein dekentje. Zo, we hebben gebruikt als Aerosleep. Altijd. Zo mooi. Oké, dit doe ik eigenlijk nooit. Want mijn slaapkamer is mijn heiligdom. We hebben geen tv, geen schermen. Maar ik heb mijn laptop mee naar boven genomen. En ik ga, hoe heet dat nou? You, kijk, You. Dat is met Penn Badgley. Dat is Dan van Gossip Girl. En Shay Mitchell van Pretty Little Liars. En normaal zou ik het beneden op de tv kijken. Maar we zijn de AUX-kabel kwijt van de box. Ligt nu waarschijnlijk nog in de auto van mijn vader. Die we een paar dagen hadden geleend. En heel goed doen. Maar nu heeft Freddy heeft 4 afleveringen gedownload. En dan ga ik lekker in bed kijken. Met het bedje naast me. Wat is er? Huh? Met mijn vrienden. Ik vertel even dat ik lekker serie ga kijken. En ik ging het bedje even laten zien. Ja. Mooi hè? Kom je ook kijken? Maar ik heb wel een lampje aan, want hij is een stalker en dan vind ik het een beetje spannend. Ik ben nog geen stalker. Nee, niet jij. Ja, jij bent ook een stalker en dat is 7 jaar lang. Laat je me niet met rust. Of jij. Jij bent bij mij gekomen. Jij bent bij mij gaan wonen. Oh, we zijn gaan samen wonen hoor. Jij bent bij mij komen wonen. Oh. Als we hierheen gingen, wat zijn we? Ja. Zo erg hè? Wil je me niet meer? Huh? Wat zei je dan? Ze wil je me niet meer? Ik wil jou even niet meer zien. Oké. Doei. Oh. Ga je echt weg? Ja. Maar Freddy is ziek. Dus die zit in de andere kamer.
Ja, ik ga even die serie kijken. Ik laat je straks even weten hoe het is. Maar volgens mij is hij echt wel vet leuk. Ik heb het trailer gezien. En hij is een beetje spannend. En ik ben een scheiter. Dus daarom heb ik het licht aan. Oké, ik ga nu kijken. Wat ik heb gemist. En alleen door jou. Dat is kerst. Alleen door jou. En mijn hart gaat. Ik ben de, gewoon de dagen ook gewoon helemaal kwijt. Heel erg. Maar dat komt ook omdat Ferry thuis is. Want hij is ziek en weet ik veel het allemaal. Ik heb vannacht echt veel te weinig geslapen. Want Ilana die had een nachtmerrie. Dus ging bij ons in bed liggen. En toen heb ik echt op zo'n stukje bed geslapen. Vreselijk. Dus mijn energielevel is laag. Deze buik is... groot, jongens. Het is toch niet normaal meer, jongen, deze buik. Hier ligt allemaal was. Bezig met babywasjes en dingetjes. En... We zijn in het ziekenhuis. Dat vinden we heel leuk. Daarom zijn we zo vaak in het ziekenhuis. Want hier heb je een hele leuke tv. En die kan je omhoog, naar beneden. Wow. Sloop niet. Ronddraaien. Nou, even op met die tv. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En. Er is een vlaggetje op het plafond. Nee, waarom zijn we in het ziekenhuis? Dat mijn suikers te hoog zijn en schobbelen. En ik krijg nu een CTG om te checken hoe het met de baby is. En wat is een CTG? Dan gaan ze het hartje checken en checken of je harde buiken hebt voor eventueel weeën en dat soort dingen. Weten we ook waar CTG voor staat? Nee, dat weet ik niet. Dat boeit me ook niet. Oh, ja, dat lijkt me wel interessant. Om even te laten zien waar wij nu de hele tijd tegenaan lopen te kijken. Hartslag van de baby. De toko. We zijn in de toko. Hartslag van Sis. En de SP... O, twee waardes. Weet je wat dat zijn, SpO2? Nee, nee, nee. Dat is hoeveel zuurstof er in je bloed zit. Oh, echt? Oké. Okay. Ja. En jij hebt een waarde van 100, dat betekent dat je heel erg zuurstofrijk bloed hebt. Ja. Ben ik medisch opgeleid? Nee. Nee. Maar dat soort dingen onthoud ik als dat wordt verteld. Vind ik wel interessant. Weet je nog wat van de vorige keer of zo? Nee, die SpO2 waarde die kan je ook meten als je een Samsung telefoon hebt. Oh, oké. Okay. Dan kan je op je heb je zo'n infrarood dingetje en dan zet je vinger op en dan meet je ook de SpO2. SpO2. Ik weet niet waar het voor staat. Is wel genoeg geweest hoor. Druk op de bel dan. Ja, we zitten hier al wel een tijdje. Oké, guys, wij zijn weer thuis. Ik lig op de bank gewoon om te liggen. Er is niks aan de hand. Goedemorgen. Is mijn cola op? Ja. Oh. Mijn cola is op. Cola light, trouwens, mensen. Maar ik moet maandag even terug voor insuline. De CTG gehad, was allemaal goed. Dus we kijken Despicable Me. Maar we gaan ook zo naar bed, hè? Was dat de wasmachine? Oh. Ja. We zijn weer thuis. En ik ben blij dat ik weer thuis ben. Want het duurde veel te lang. Veel te lang. Kijk eens wat een sterke vent, hè. Huppakee. Oeh, hij moet nog eerst gewassen worden. Je bent heel sterk. Dankjewel. Goedemiddag. Kunnen jullie gaan een vliegtuigje bouwen? Hallo! Wij hebben vandaag een vliegtuigje. Oh.
geeft niks. Jij bent belangrijker. Oké? Okay? We gaan. Ik dacht, zij valt maken. Ze was al een strikker. Ik mag vliegtuigjes maken. Ja? Kan je dat wel? Ja. En Baba dan? Kan Baba dat wel? Ja. Dat kan Baba zeker wel. Oké, nou, als je ze af hebt, dan laat je me even zien, oké? Oh, ik zit nog vol van het eten. Maar ik dacht, ik ga jullie even laten zien wat ik vandaag gedaan heb. Ja, ik was met mijn moeder even naar de stad geweest. Mijn make-up is raar. In ieder geval even naar de stad geweest. Want ik kreeg van mijn schoonmoeder een draagzak voor de baby. Die heb ik gehaald. Ik heb ook nog wat dingen voor in de bevallingstas gehaald. Maar ik denk dat ik daar een aparte video van ga maken. Een soort van what's in my bevallingstas. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Als jullie dat leuk vinden, laat even weten. Wat ik allemaal meeneem, wat ik aan heb, wat ik allemaal, dat soort dingen, weet je. Maar ik ga wel even die draagzak laten zien. Even snel. Want ik weet niet dat, ik weet dat het niet voor iedereen boeiend is. Het is van... En weet je, als het de kleiner is, dan zie je dat ook wel. Het is van Storgenwiegen. Een Duits merk. Vind je het nou wel interessant en wil je zien hoe ik dat omdoe? Laat het me dan ook even weten. In ieder geval, dit is het... Dit is het printje, zwart-wit. Hij is echt super fijn. Ja, laat even weten of je wilt zien hoe het allemaal, wat ik allemaal heb geshopt en zo. Dan kan ik dat nog even laten zien. Wou ik ook nog... Wat wou ik nog meer laten? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Ik was al wel begonnen met editen van de vlog. En sinds ik uit het ziekenhuis ben... Zijn vlogs wat rustiger geworden. Maar dat komt omdat ik ook niet veel kan doen. Dus ik denk dat ik even wat extra video's ga opnemen. Misschien ook met Ilayla, dat soort dingen. Dat er even wat meer gebeurt op mijn kanaal. Dus mocht je nog ideetjes hebben van wat je wil zien. Een challenge van me. Ilayla wil heel graag een challenge doen. Mama, wanneer doen we een challenge? Dat komt omdat zij kijkt natuurlijk naar die kinder YouTube sterretjes. En dat soort dingen. Dat vindt ze hartstikke leuk. Dus dat wilt ze graag doen. Dus mocht je nog iets leuks weten met, wat met eten te maken heeft. Of en wat heel makkelijk is voor een kindje van 3. Let me know. Ik ga even verder editen. En dan slapen. Morgen ben ik 33 weken zwanger. Dus heb ik weer een week. Dus heb ik weer een week vooruit. En het is zo ik vind het zo spannend, jongens. Echt, dit is heel... Ik weet niet. Ik neem heel veel rust en dat soort dingen. Weet je, dat gaat allemaal heel goed. Maar die spanning. Natuurlijk, als je zwanger bent en je hebt dus niet die kans op vroeg geboorte blijven, is het ook spannend. Want het kindje kan altijd komen en je kan het zeg maar niet weten. Maar ik weet niet. Mijn gevoel zegt dat ze wel eerder komt. En ja, ik weet het gewoon niet. Ik probeer me zoveel mogelijk voor te bereiden dat alles klaar is. Babywasjes zijn gedaan. Hier, dit ligt. Dit is het laatste. Wat gewassen is en gedroogd en opgevouwen en alles. Wiegje staat. Echt, stel ze komt nu. Nou, dan mag ze natuurlijk niet naar huis. Maar alles, bijna alles is klaar. En ik vind het gewoon heel spannend. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ik zie je... Volgens mij als deze vlog online komt, is het al nieuwjaar? Weet ik eigenlijk even niet. Ik kan echt niet nadenken. Mijn nagels zijn ook leuk. Ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie je in de volgende video. Doei!